De naam Via Belgica is geen originele Romeinse naam. Het is een moderne naam om de oude Romeinse weg aan te duiden. De Via Belgica is de weg die de Romeinen rond het begin van onze jaartelling dwars door Zuid-Limburg aanlegden. Deze weg maakte deel uit van een veel langere weg die de belangrijkste oost-westverbinding in het noorden van het Romeinse Rijk werd. De weg verbond de haven van Boulogne-sur-Mer, Gesoriacum, via de provinciesteden Bavet, Bagacum en Tongeren, Atuatuca, met Keulen, Colonia Agrippina. Gesoriacum was de thuishaven van de vloot die de verbinding naar de provincie Britannica openhield. Colonia Agrippina was de hoofdstad van de provincie Germania. Twee vitale punten waarmee het gebied tussen de kanaalkust en de Rijn door de Romeinen onder controle werd gehouden. De Romeinen legden systematisch wegen aan. Zo kregen ze nieuw veroverd gebied goed onder controle. De wegen werden door soldaten aangelegd opdat de Romeinse legioenen zich snel konden verplaatsen. Bevoorrading van de troepen langs de grenzen vroeg ook om goede wegen. Alle communicatie verliep langs het wegennet. Besluiten die in Rome werden genomen, werden door koeriers gebracht naar alle uithoeken van het Romeinse Rijk. De komst van de Romeinen had een enorme impact op het landschap. Als ze een nieuw gebied hadden veroverd, was de aanleg van een goede verbinding het eerste wat ze deden. Alles bij elkaar was zo'n weg 20 meter breed. De weg werd als eerste aangekleed met een aantal mijlpalen om de anderhalve kilometer. Waar het nodig was, legde men een brug aan. Er werden zijwegen aangelegd of bestaande weggetjes werden doorgetrokken. Zo werden bestaande nederzettingen aangesloten en nieuwe villa's ontsloten. Waar veel mensen langs komen, ontstonden vanzelf marktjes waar gehandeld werd er vestigden zich ambachtslieden zoals pottenbakkers, smeden en timmerlui. De Romeinen legden om de 40 mijl, 70 kilometer, zogenaamde statio's aan. Militaire posten waar soldaten gelegerd waren om wegcontroles uit te voeren. Op strategische punten werden wachtposten geplaatst of werd er een castellum, een fort, gebouwd. Hier en daar kwamen mansio's Herbergen waar reizigers konden overnachten en waar koeriers van paard wisselden. Ondernemende mensen begonnen cafés en eethuizen, wegrestaurants zou je kunnen zeggen. Bij de entree van de nederzetting ontstonden in de loop der tijd grafvelden. Vaak ontstonden bij kruisingen of bruggen Romeinse heiligdommen. Een villa is een groot luxe landhuis. Het is het hoofdgebouw van een groot landbouwbedrijf. Schuren, stallen, werkplaatsen en woonhuizen van de arbeiders lagen om het hoofdgebouw heen gegroepeerd. Tussen het hoofdgebouw en de bijgebouwen lagen tuinen. In de villa woonde de eigenaar van het landbouwbedrijf samen met zijn familie. Zij waren rijk geworden door de landbouw. Deze rijkdom was af te lezen aan een huis dat in Romeinse stijl was gebouwd. Een standaard villa was helemaal opgetrokken uit steen. Op het dak lagen dakpannen, in de ramen zat vensterglas. Aan de voorkant van de villa lagen de twee hoektorens, waar tussen de hoofdentree gesitueerd was, vaak geflankeerd door zuilen. Naast slaapkamers, woonvertrekken, voorraadkamer, Keuken, badvertrek en eetkamer was er een ontvangstruimte, een soort kantoor van de villa-eigenaar. Hier ontving hij zijn belangrijke bezoekers. Vaak zijn de wanden van dit vertrek en van het eetvertrek versierd met wandschilderingen. Op de vloeren lag mozaïek. Echt luxe villa's hadden vloerverwarming en een toiletruimte waar meerdere personen tegelijk op het toilet konden. Wonen in een villa betekende leven op stand en in rijkdom. Maar dit gold natuurlijk alleen de villa-eigenaar en niet zijn arbeiders. De standaard villa had een breedte van 20 tot 40 meter en een diepte van 10 tot 20 meter. Het vilaterrein was gemiddeld 1 tot 4 hectare groot. Daaromheen lagen de akkers, die doorgaans 50 tot 100 hectare besloegen. Berekeningen hebben uitgewezen dat in Romeins-Limburg gemiddeld 1 à 2 villa's per vierkante kilometer lagen. De fundamenten van de villa van Voerendaal zijn compleet opgegraven, het hoofdgebouw en alle bijgebouwen eromheen. We weten nu dat de villa-eigenaar echt heeft willen opvallen met zijn villa. De zuilengalerij voor zijn huis is 190 meter lang, bijna vijfmaal zo groot als de meeste villa's. Niet alleen de voorgevel van de villa was groot, maar ook de omvang van zijn landerijen. Hij bezat zo'n 250 hectare aan akkers, het grootste bedrijf in Limburg dat we tot nu toe kennen. Op het villa-terrein dat bijna vier hectare besloeg, lagen diverse gebouwen. Aan de hand van archeologische vondsten kon men de functies van de gebouwen achterhalen. De woonvertrekken. De zuilengalerij. De oprijlaan met een beeld en een toegangspoort aan het begin. Het badvertrek. Er was een zespersoons toilet. De stallen, de schuren en de woonverblijven van de arbeiders. De opslagplaats voor graan. Er waren een paar tempeltjes, de tuin met de tuinmuur ervoor, in de tuin links van de oprijlaan een vijver, het geheel was omheind en er was een greppel. En men had natuurlijk een waterput. Romeinen waren echte bouwmeesters. Met bakstenen, natuursteen, beton en boogconstructies maakten zij bouwwerken die technisch gezien vele eeuwen daarna niet geëvenaard werden. Sommige constructies en vindingen passen wij in principe nog steeds toe, bijvoorbeeld vloer- en muurverwarming. Het systeem van de verwarming gaat uit van een centraal punt, de stookplaats, waar een vuur werd gestookt. In de badhuizen stonden grote gesloten ketels met water bovenop het vuur. De onderste helft van deze ketels was ingemetseld, zo had men een soort boiler. Het warme water ging via buizen naar de baden. Het warmwaterbad lag het dichtst bij de stookruimte. De warme lucht wordt onder de vloeren geleid die op gemetselde pijlertjes rusten. Ook de muren worden verwarmd, omdat de warme lucht door de holle stenen zijn weg omhoog zoekt. Bovenaan de muren, direct onder de daken, bevindt zich een horizontaal kanaal dat met alle luchtkanalen, de holle stenen in de muur, verbonden is. In dit horizontale kanaal worden schoorsteentjes geplaatst, waardoor de rookgassen en de warmte afgevoerd worden. In koude streken werden deze kanalen zelfs in het plafond aangelegd. Waardoor de hete lucht zich rondom het vertrek in buizen verplaatste. Via pijpjes onder het dak werden hete lucht en rookgassen afgevoerd. De temperatuur in het heetwaterbassin kon oplopen tot 40-50 graden. In de centrale ruimte werd de temperatuur rond de 30 graden gehouden. Berekeningen en experimentele proeven hebben uitgewezen dat 1000 kilo hout nodig was om het badhuis in Heerlen een week lang op temperatuur te houden. Oorspronkelijk werd dit systeem in het Mediterrane gebied alleen in badhuizen toegepast. Woonhuizen werden daar winters verwarmd met houtvuurtjes in metalen bekkens of gloeiende houtskool in stoofjes. Maar in koudere klimaten, zoals Zuid-Limburg, werd dit systeem ook gebruikt om woonvertrekken aangenaam te verwarmen. We staan hier in het oudste stukje van Maastricht. Mensen komen hier graag. Er zijn winkels, er zijn restaurantjes, hotels en een bijzondere kerk. In de Romeinse tijd was het eigenlijk niet anders. Toen lag hier een heiligdom. De Plankstraat en de Havenstraat zijn de oudste straten van Maastricht, een oorspronkelijk stukje via Belgica. Deze straten liggen iets hoger dan de omliggende straten, omdat hier 2000 jaar lang gebouwd is bovenop het puin van oudere bewoning. Hoe dieper in de grond, hoe verder terug in de tijd. In deze omgeving zijn daadwerkelijk de resten gevonden van huizen uit de Romeinse tijd. De Via Belgica bracht reizigers, handelaren en soldaten naar Maastricht. Ook de boeren uit de omgeving brachten over de weg hun producten naar de markt. Zo ontstond een welvarende nederzetting met typisch Romeinse voorzieningen als een heiligdom en een badhuis. De contouren van dit badhuis zijn met zwarte en rode tegels op het pleintje met de naam op de termen aangegeven. Termen is een ander woord voor badhuis. In 1983 zijn restanten van het Romeinse heiligdom gevonden onder Hotel Derlon. Als we hier de trap naar de museumkelder afdalen, staan we zes meter lager op het Romeins straatniveau. We zijn in een soort tijdcapsule beland. We zien hier de eerste vier eeuwen van Maastricht. Muur- en vloerresten van het heiligdom zijn uit de eerste en tweede eeuw. Hier stond een imposante Jupiterzuil. Delen van het voetstuk zijn nog te zien. In de derde eeuw werd de bloei ruw verstoord toen Frankische stammen de nederzetting met de grond gelijk maakten. De boel werd herbouwd in de vierde eeuw, maar nu met stevige muren en tien torens. Maastricht werd een versterkt fort, want het was voor de Romeinen van strategisch belang vanwege de brug over de Maas. Restanten van het fort en een deel van de laat-Romeinse vestingmuur zijn terug te vinden in de kelder van Derlon. Grote stenen van dit fort vinden we ook terug in de voorgevel van de Onze Lieve Vrouwenbasiliek. Het zijn de enige Romeinse sporen die we op het huidige straatniveau terugvinden. Dagelijks steken in Maastricht zo'n 100.000 auto's de Maas over. En natuurlijk talloze fietsers en wandelaars. Ze gebruiken daarvoor één van de vijf bruggen. Het is dus geen enkel probleem om van de ene naar de andere kant van het water te komen. Vroeger was dat anders. Tot ongeveer een eeuw geleden was er maar één brug over de Maas: de Servaasbrug, of zoals de Maastrichtenaren zeggen, de Oudbruik. Hoewel de brug Middeleeuws oogt, is ze in 1933 gebouwd. Het was een verbrede replica van een vroegere 13e-eeuwse brug. Die Middeleeuwse brug was op zijn beurt gebouwd ter vervanging van de Romeinse brug, die er bijna duizend jaar had gelegen. In 1275 stortte dat wrakke bouwwerk in, precies op het moment dat er een processie overheen trok. De Romeinse brug lag iets zuidelijker dan de huidige brug, in het verlengde van de Plankstraat, de hoofdstraat in de Romeinse tijd. Daar waar de trapjes in de Eksterstraat liggen, daar lag de aanlanding van de brug. De Maas heeft zich in de loop der jaren steeds meer naar de kant van Wiek verlegd. Een bruggenhoofdje en een replica van een Romeins beeld van een leeuw markeren tegenwoordig de plek van de Romeinse brug. Het origineel is vlakbij uit de Maas gevist en is te zien in het Centre Ceramiek, het grijze gebouw aan de overkant van de Maas bij de voetgangersbrug. De brug was een belangrijke schakel in de Via Belgica. Hier kwam het verkeer over de Maas en over de weg samen. Graan uit de omgeving werd per ossenwagen aangevoerd en verder per schip naar het noorden getransporteerd. Of andersom. Bouwmaterialen als natuursteen, maar ook typische goederen uit het zuiden, zoals amforen met wijn, werden over het water aangevoerd en bij de brug overgeladen op karren. Door deze functie van overslagplaats groeide Maastricht uit tot een behoorlijke nederzetting. Ook op de oostoever van de Maas woonden en werkten de Romeinen. In de Rechtsstraat en bij de Martineskerk zijn sporen van Romeinse bewoning aangetroffen. Het stadsdeel wordt van oudsher Wiek genoemd. De naam is afgeleid van het Latijnse woord vicus. Net als het Nederlandse woord wijk trouwens. Ook de naam Maastricht heeft Romeinse wortels. Maastricht is afgeleid van het Latijnse Mosee trajectum, dat oversteekplaats aan de Maas betekent. Of de Romeinen deze naam zelf ook gebruikten, weten we overigens niet. Ze duikt pas op. In de 8e eeuw. Het voetpad waar we nu op staan heet Romeinse Baan. En dat is niet voor niets. Op twee plaatsen langs het pad hebben archeologen de oude Romeinse weg tussen Tongeren en Maastricht daadwerkelijk aangetroffen. De stad Tongeren bestond in 1985 2000 jaar en schonk dit beeldhouwwerk aan haar Romeinse zustersteden. Beeldhouwer Raf Verjans heeft in de twee reliefs een man en een vrouw in positief en negatief afgebeeld. Het symboliseert het komen en gaan van mensen over de weg, nu al meer dan 2000 jaar. De geschiedenis van Tongeren is ook onlosmakelijk verbonden met Ambiorix, de koning van de Eburonen. Zijn imposante beeld staat op de markt in Tongeren. Hij symboliseert het verzet tegen Rome. Uiteindelijk een vergeefs verzet, want de Eburonen waren niet opgewassen tegen de legioenen van Caesar. Nadat Caesar de Eburonen had uitgemoord liet hij de Germaanse volkstam van de Tungri verhuizen naar het voormalige leefgebied van de Eburonen. De Tungri waren pro-Romeins en stichtten op een kruising van wegen de nederzetting atuatuca Tungroum, die uitgroeide tot een echte Romeinse stad met bestuurlijke taken. Resten van de Romeinse stadsmuur herinneren in Tongeren nog steeds aan deze tijd. Romeins Maastricht. Was kleiner dan Tongeren. Maar omdat de weg de Maas kruiste, was Maastricht een belangrijk logistiek knooppunt. Alle producten en goederen die over de Maas werden aangevoerd, werden in Maastricht in karren overgeladen en over de weg naar Tongeren getransporteerd. Maastricht was dus belangrijk voor Tongeren. Talloze karren met amforen, wijn en olie zullen hier over de weg die kant op gereden zijn. De Franse legers hadden begin 19e eeuw, net als de Romeinen, behoefte aan goede verbindingen. Ze legden een nieuwe weg van Maastricht naar Tongeren aan. Langs de steenweg werd door de stad Maastricht, op een flinke afstand van de stad, een nieuwe algemene begraafplaats aangelegd. Nu, in de 21e eeuw, zijn er plannen geopperd om de mooie oude begraafplaats een nieuwe toekomst te geven. Het zou een begraafpark moeten worden waar toeristen en familie elkaar ontmoeten en waar een kop koffie gedronken kan worden. Een Romein zou het bedacht kunnen hebben. Ook de Romeinen begroeven hun doden langs de toegangswegen van hun woonplaats. En ze hielden op en bij de graven dode maaltijden ter ere van hun overledenen. De locatie van de graven en het idee van samenkomen bij een graf doet Romeins aan. Maar let wel, hier op deze begraafplaats liggen geen Romeinse graven. Maar deze mooie plek is sowieso een bezoek meer dan waard. Er zijn ook grote verschillen met de Romeinse tijd. Deze begraafplaats ligt achter een bakstenen muur, afgeschermd van de dagelijkse drukte van de stad. De graven van de Romeinen daarentegen vormden de entree van de stad en mochten juist gezien worden. Romeinse doden stonden midden in het leven. Deze begraafplaats heeft brede lanen met aan weerszijden grafstenen en monumenten. Zo zou het er in de Romeinse tijd uitgezien kunnen hebben. Met wat fantasie loop je langs de graven richting de stad. We zien hier veel verschillende grafmonumenten, van een simpele steen tot een imposant grafmonument. Ook in de Romeinse tijd was er veel variëteit, van een steen met alleen een inscriptie tot een monumentaal graf waarvan je de graftoren al van ver kon zien. Maar wat je niet zag in de Romeinse tijd waren de kruisen op het graf. Het christendom gaat pas echt een rol spelen in de 4e eeuw na Christus. De Romeinse tijd was hier toen al voorbij. Niet ver hier vandaan in de wijk Belfort is een bijzonder Romeins graf gevonden van een moeder met haar kind. Dit graf lag zo'n 60 meter van de Via Belgica. Iedereen die naar Maastricht of Tongeren wilde, kwam langs dit graf. Het graf laat ons zien hoe de Romeinen met hun doden omgingen. Moeder en kind zijn gekremeerd en hun as is in een grote stenen kist gelegd samen met een 25 tal voorwerpen. Delen van een drink- en eetservies en persoonlijke spulletjes zoals een glazen zalflesje, een bronzen lepeltje, een make-up doosje en een mesje met een heft van barnsteen. Barnsteen was duur, een luxe product. De nabestaanden hebben hun dierbaren alles mee willen geven voor een goed verblijf in het leven na de dood. De Romeinen geloofden dat het leven niet ophield na de dood. En dat hun overleden familieleden voor hen konden bemiddelen bij de goden. Maar dan moesten de doden wel goed verzorgd worden door bijvoorbeeld op hun graven te offeren. Kijken we om ons heen, dan zien we dat de bloemen en kleine attenties op de graven van alle tijden zijn. Terugreizen in de tijd kan niet. Toch gebeurt het hier bij de ingang van de parkeergarage aan het Vrijthof dagelijks. Automobilisten die hier naar binnen rijden... parkeren hun auto in het verleden. Toen de parkeergarage werd aangelegd in de jaren 70... vonden archeologen op 3 tot 4 meter diepte de sporen van de Via Belgica. Karrensporen uit die tijd... Toonde aan dat de weg 2000 jaar geleden al intensief werd gebruikt en daarna veelvuldig werd opgehoogd en hersteld. Op deze plek kwam de Romeinse weg Maastricht binnen en liep recht door de huidige grote staat in, nu een van de belangrijkste winkelstraten van Maastricht. Ook in de Romeinse tijd was dit een belangrijke straat. Onder een van de winkelpanden zijn sporen gevonden van Romeinse huizen. Romeins Maastricht is nog steeds terug te vinden in het huidige stratenpatroon. In de Romeinse tijd was het Vrijthof onbebouwd. Ook daarna hebben er nooit huizen of andere gebouwen gestaan, eenvoudigweg omdat de grond daar te drassig en te nat voor was. Het moeras van toen is al sinds de middeleeuwen het belangrijkste plein van Maastricht. Op het Vrijthof springt de Sint-Servaaskerk direct in het oog. Bischop Servatius en de via Belgica kunnen niet los van elkaar gezien worden. Servatius werd in de vierde eeuw langs de via Belgica begraven. Het begraven van doden langs de toegangswegen naar steden en dorpen was nog Romeinse traditie. De godsdienst was inmiddels wel veranderd. De Romeinen kenden vele Goden, het christendom maar één. Het christendom was aanvankelijk binnen het Romeinse Rijk een revolutionaire beweging die zich weigerde te onderwerpen aan het gezag. Uiteindelijk kreeg het christendom toch voet aan de grond in Rome. Aan het einde van de 4e eeuw werd het door keizer Constantijn tot staatsgodsdienst uitgeroepen. In deze streek was Servatius een van de verspreiders van het christelijk geloof. Na zijn dood in 384 werd voor hem een houten kapel gebouwd. In de eeuwen daarna groeide de kapel uit tot een stenen pelgrimskerk. Servatius werd de stadspatroon van Maastricht. Zijn borstbeeld wordt om de zeven jaar tijdens de zogeheten heiligdomsvaart door de straten van Maastricht gedragen. De straten die er in de Romeinse tijd ook al waren. En zo ontmoeten heden en verleden elkaar. Denken we alle fietsers, het gemotoriseerd verkeer en het asfalt weg, dan zijn we al een heel eind op weg naar de Romeinse tijd. Dat de Romeinen in deze omgeving gewoond hebben, weten we dankzij archeologische vondsten. Aan de randen van het Geuldal zijn fundamenten van Romeinse villa's teruggevonden. Deze grote landbouwbedrijven lagen in de buurt van de Via Belgica. Maar waar heeft de Via Belgica hier precies gelegen? We weten het nog steeds niet zeker voor het hele traject. Romeinse wegenbouwers legden niet zomaar een weg aan. Ze maakten gebruik van het landschap en zochten naar een zo efficiënt mogelijk tracé, liefst over een vlak terrein. We denken daarom dat de Via Belgica tussen Maastricht en Heerle door het Maasdal en het Geuldal heeft gelopen. De weg was de verbinding tussen de graanschuren van de villa's en hun belangrijkste afzetmarkt, de hongerige monden van de Romeinse soldaten die aan de Limes waren gelegerd. De karakteristieken van het Geuldal zijn sinds de Romeinse tijd eigenlijk niet veranderd. Het smalle dal heeft aan de schaduwkant steile wanden met hellingbossen en aan de zonkant glooiende heuvels met daarop akkers. Door opkwellend grondwater zijn graslanden aan weerszijden van de geul drassig. Een prachtige omgeving en een ideale plek om je te vestigen. Dat gold voor de Romeinen en dat geldt nog steeds. Om goed te kunnen wonen en te leven vond een Romein in het geuldal alles wat hij nodig had: water en vissen uit de geul. En stookhout, wilde vruchten en klein wild in de hellingbossen. Graan kwam van de akkers en het mergel uit de dalwanden was een prima bouwmateriaal voor hun villa's. Bovendien was het goede meststof voor de akkers. Het Geuldal is nog steeds een plek waar het heerlijk toeven is. Mensen wonen er graag en de toeristen weten het dal in grote getale te vinden om er te wandelen, te fietsen of gewoon lekker op een terrasje te zitten. Zo'n uitspanning doet eigenlijk ook denken aan de Romeinse tijd. Zoals er tegenwoordig langs autowegen om de zoveel kilometer een tankstation of wegrestaurant ligt, zo lagen er ook langs de Romeinse hoofdwegen stopplaatsen voor reizigers om van paard te wisselen of een hapje te eten. Bij Heerle zijn sporen van zo'n Romeinse Mansio teruggevonden. Grote archeologische vondsten worden vaak per toeval gedaan. Op 18 augustus 1865 zag pastoor en archeoloog Jozef Habets op deze plek langs de Houtemerweg, even buiten Meersen, een stapel stenen liggen. De boer had ze met zijn ploeg omhoog gewoeld. Habets geoefende oog herkende er direct Romeins bouwmateriaal in. Deze toevallige vondst. Was het begin van de opgraving van Villa Herkenberg? Habets maakte een uitgebreid verslag en tekeningen van wat hij en zijn helpers aantroffen: een hoofdgebouw met uitzicht op het geuldal, bijgebouwen, een badkamer met een mooie vloer en fragmenten van een wandschildering. Dit moest wel een rijke Romeinse villa zijn. Tot zijn verrassing vond hij ook een skelet dat met het gezicht naar beneden in de badruimte lag. De villa zou in 176 na Christus overvallen zijn door de Schauken, een Germaanse stam. Was de overledene de villa-eigenaar of een bediende die de villa moest beschermen terwijl zijn meester een veilig heenkomen zocht? Het is nog steeds een mysterie. Waarschijnlijk was de villa gebouwd van mergelsteen. Ook vandaag de dag nog een veelgebruikt bouwmateriaal in Zuid-Limburg. In 1891 zakte een deel van het spoor ten zuiden van de villa weg. Uit onderzoek bleek dat er putvormige gaten onder het spoor lagen. Volgens Habets waren het mergelgroeven en was de mergel gebruikt voor de bouw van de villa. Om de gaten te dichten en het spoor te herstellen waren uiteindelijk maar liefst 60 wagonladingen grind nodig. Recent onderzoek heeft aangetoond dat Herkenberg het grootste villa-terrein is dat ooit in Nederland is gevonden. Het terrein waarop het hoofdgebouw en de bijgebouwen stonden was zo'n 8 hectare groot, evenveel als 12 voetbalvelden. Tussen de gebouwen. Lagen fruitweiden en een moestuin. Rondom het villa-terrein lagen de landerijen die bij de villa hoorden. De nabijheid van de Via Belgica was voor de villa van essentieel belang. De opbrengst van de landerijen kon via de weg makkelijk worden afgevoerd. Waar de Via Belgica in en rond Meerse precies liep, is nog onbekend. Pastoor Habets was er destijds van overtuigd dat de huidige Houtemerweg. Waar de villa naast ligt, de grote Romeinse weg was. Een andere mogelijkheid is dat de weg ten zuiden van Houtenputweg liep, zo'n anderhalve kilometer van de villa verwijderd. Dat is ook waarschijnlijker. Uit antieke bronnen weten we dat iedereen die binnen duizend meter van de weg woonde verplicht was Romeinse ambtenaren van onderdak en eten te voorzien. Geen wonder dus dat de villa's in het Romeinse Rijk vaak net wat verder van de weg bleken te liggen. De villa-eigenaren hadden geen zin in ongenode gasten die hun kostbare oogst opaten. Wat heeft de laat-middeleeuwse basiliek van Meersen te maken met de Romeinen? Op het eerste gezicht niet veel. Toch zijn er lijnen te trekken naar zaken die feitelijk hun oorsprong vinden in de Romeinse tijd. Bij de bouw werden boog- en koepelconstructies toegepast, bouwtechnieken die door de Romeinen hier naartoe gebracht werden. In de 15e eeuw werd het oorspronkelijke gotische deel van de kerk gebouwd. Voor die tijd moet in de buurt van de basiliek een Karolingische pals hebben gelegen. Een koningsgoed waar Karel de Grote in de 8e eeuw mogelijk nog tijdelijk heeft gewoond. Waar de Pals echter gelegen heeft, is tot op de dag van vandaag onbekend. Nog verder terug in de tijd heeft er hier vermoedelijk een Romeinse tempel gestaan, gewijd aan de Romeinse god Mars. Meersen heette in de middeleeuwen Marsna of Marsana. Dat zou een verwijzing kunnen zijn naar Mars. Maar het kan ook moeras betekenen. De naam Meerse wordt ook wel in verband gebracht met het Romeinse woord marga, wat aardmergel betekent, en door de schrijver Plinius wordt beschreven in relatie tot heel specifiek deze streek. Voorzichtigheid is dus geboden. Er zijn meerdere theorieën. De Romeinen brachten naast kennis en techniek ook hun eigen religie mee naar deze streek. Ze hadden een aantal goden. Jupiter stond aan het hoofd van de godenfamilie. Zijn vrouw Juno en hun dochter Minerva waren belangrijke godinnen. Elke god had zijn eigen functie en betekenis. De Romeinen kenden een grote mate van godsdienstvrijheid. Overwonnen volkeren mochten hun eigen goden blijven vereren en de Romeinse goden werden vaak opgenomen in de lokale godenwereld. Ze kregen regelmatig zelfs een tweede inheemse naam. Dit verklaart voor een deel het succes van de Romeinen in de veroverde gebieden. Op een akker buiten Meersen is in 2008 door een amateurarcheoloog een ander spoor van Romeinse religie gevonden: een godenbeeld. Het was niet compleet en men dacht aanvankelijk dat het om een Jupiterbeeld ging, want daarvan waren er in Limburg al meer gevonden. Maar bij dit beeld valt de tuniek tot aan de enkel, wat erop duidt dat het een vrouwenfiguur is Minerva. Mannen droegen een tunica tot boven de knie. Minerva en Jupiter zijn Romeinse goden, puur sang. Het feit dat zo'n godenbeeld hier gevonden wordt, zegt dus veel. Het vertelt ons dat de inwoners van Meersen in de Romeinse tijd vertrouwd waren met de symboliek van typisch Romeinse goden. En dat zij zo ver Romeinst waren, dat ze deze beelden lieten maken. Godenbeelden hebben niet alleen in tempels en heiligdommen gestaan, villa-eigenaren lieten ook op hun eigen terrein godenbeelden plaatsen. Hiermee etaleerden zij hun Romeinse levensstijl en hun rijkdom. Het zou zomaar kunnen dat dit Minerva-beeld gestaan heeft bij de villa die in 1864 aan de Putsteeg ontdekt werd. Deze locatie is nu geheel bebouwd en heet Weerterbroekplantsoen. De Minerva uit Bunde heeft op een zuil gestaan. Dat weten we omdat er onder het beeld sporen zitten van een bevestigingsconstructie. Het Minerva-beeld ziet er nu, na al die eeuwen, ruw en verweerd uit. In de Romeinse tijd had het meer details. Het was trouwens gebruikelijk om de beelden met felle kleuren te beschilderen. Voor ons is dat een vreemd idee, voor de Romeinen was dat heel normaal. We staan hier op een historische plek. Niet alleen de Romeinen liepen hier al rond, waarschijnlijk is ook Karel de Grote hier geweest. Eerst de Romeinen. Op deze plek, in het Proostdijpark, is een Romeinse villa gevonden. Zo'n villa is feitelijk een boerderij en alle landbouwproducten konden dan ook makkelijk over de weg, de Via Belgica, worden afgevoerd. Over de Via Belgica werden niet alleen soldaten en karren met graan vervoerd. Maar ook de Romeinse cultuur. De gebruiken en ideeën werden via de weg verspreid. Een van de belangrijkste nieuwigheden van de Romeinen was de introductie van het schrift. Dat werd vooral omarmd door de bovenlaag van de bevolking. De villa-eigenaar hier in het Proosdijpark zal zijn administratie zelf hebben opgeschreven. De Romeinse cultuur heeft een groot aantal schrijvers voortgebracht: Caesar, Cicero, Vergilius, Tacitus en Ovidius. Ze staan nog steeds op de boekenlijst van het gymnasium. Het Latijn is tot in de 19e eeuw de taal van de wetenschap geweest. Nu is dat de Engelse taal, maar bijvoorbeeld in de biologie krijgen soorten tot op de dag van vandaag een Latijnse naam. Na de tijd van de Romeinen kwamen de Franken aan de macht. Rond 800 nam hun keizer, Karel de Grote, twee belangrijke besluiten om het bestuur van zijn enorme rijk makkelijker te maken. Hij bracht structuur in het onderwijs. Overal in zijn rijk werden kloosterscholen opgericht waar oude Latijnse teksten werden onderwezen. Karel voerde de Carolingische minuscule in, een lettertype dat door iedereen in zijn rijk op dezelfde manier geschreven moest worden. Dit schrift is de basis van ons huidig schrift, van aan elkaar geschreven letters. Zo zorgde Karel de Grote voor genoeg geschoolde ambtenaren om het bestuur van zijn rijk te regelen. Onderwijs voor iedereen, kunnen lezen en schrijven, we vinden het tegenwoordig heel normaal. En dat hebben we dus te danken aan Karel de Grote. Een saillant detail is trouwens dat Karel de Grote zelf niet kon schrijven. Als hij zijn handtekening moest zetten, zette hij enkel een veetje. Het Rijk van Karel de Grote, het Carolingische Rijk, werd gezien als het herstel van het grote, welvarende Romeinse Rijk. En waar kunnen we dit verhaal beter vertellen dan in Meersen? De troon van Karel de Grote stond weliswaar in Aken, maar hier in Meersen had hij een buitenverblijf, een pals. Het woord stamt af van het Latijnse palatium en daarin is ons woord paleis weer goed te horen. Op deze plek in Meersen lag ook zo'n pals. Hier loop je dus letterlijk in het voetspoor van Karel de Grote. De Romeinen kozen in onze ogen de prachtigste locaties voor hun villa's. Het lijkt erop dat het uitzicht bepalend was bij hun keuze. Maar dat was het natuurlijk niet alleen. De bronnen en beekjes in combinatie met de vruchtbare landbouwgronden maakten dit gebied zeer geliefd. Wetenschappers hebben berekend dat er op de Lusgronden per vierkante kilometer één villa heeft gestaan. Een dichtbevolkte streek vergeleken met andere gebieden in het noorden van het Romeinse Rijk. De landbouwbedrijven van toen lijken op de wat oudere landbouwbedrijven van nu. Hier in de omgeving lagen gemengde boerenbedrijven, fruitboomgaarden en wijngaarden. De wijnstok kwam uit het mediterrane gebied en de Romeinen namen hem als het ware mee. In de middeleeuwen verdween de wijnbouw, bier kwam in zwang. De laatste decennia is de wijnbouw hier weer in opkomst op de wijngaardsberg en op het wijngoed Raarberg. Maar er was niet alleen landbouw. De boeren lieten hun vee in de dalen en de hellingbossen grazen. Koeien, varkens en schapen waren niet alleen voor de vleesconsumptie van belang. Er was behoorlijk wat leer nodig voor de uitrusting van de soldaten: kleding, schoeisel, tenten. Naast leer werd ook wol gebruikt. En de botten van de beesten, voornaalden, spelden, handgrepen van zwaarden en messen. De Romeinen waren niet de eerste die de vruchtbare gronden van Zuid-Limburg ontdekten. Zo'n 5000 jaar voor de Romeinen en voor onze jaartelling vestigden de allereerste boeren zich hier. De versieringen op hun potten zijn zo kenmerkend dat hun cultuur ernaar vernoemd is, de bandkeramische cultuur. De bandkeramiekers waren allemaal boeren. Dat zou vijf millennia lang zo blijven totdat de Romeinen kwamen. De Romeinse samenleving werd gekenmerkt door specialisatie. Er ontstonden beroepen zoals ambachtsman, soldaat, ambtenaar, bestuurder, priester. Dat was mogelijk geworden omdat de Romeinse landbouwbedrijven een grote overproductie hadden. Ze verbouwden veel meer dan ze zelf nodig hadden. Wegen zoals de Via Belgica zorgden ervoor dat de oogsten iedereen bereikten. De Romeinse wegen waren dus niet alleen de verbindingen tussen punt A en B, ze waren de wegen naar welvaart. Op deze plek, op de hoek van de Putweg en de Provinciale Weg, werd in 1939 bij de aanleg van de Riolering een Romeinse weg aangetroffen. De weg had een breedte van 7 meter en bestond uit een grindlaag van 35 centimeter. De grote vraag is nog steeds: is dit een overblijfsel van de Via Belgica? Als dat zo is, dan weten we ook waar de Via Belgica de geul overstak, namelijk hier bij Vroenhof. De eerstvolgende locatie waar de Via Belgica daadwerkelijk gevonden is, ligt in Voerendaal. Als je een rechte lijn trekt tussen de plek waar we nu staan en Voerendaal, dan zou dat betekenen dat de Via Belgica het Guldal volgde. De huidige provinciale weg hier in Voenhof volgt diezelfde route. Dat zou betekenen dat de Romeinen exact hier liepen waar wij nu staan. Maar er zijn natuurlijk altijd archeologen en historici die er anders over denken. Waarom zouden de Romeinen een weg aanleggen door een drassig dal? Niet erg efficiënt en comfortabel als je daar met zwaar beladen karren doorheen moet rijden. Is het dan niet veel logischer om de route over het plateau bij Bemelen of Berg te kiezen en pas bij Valkenburg de geul over te steken? In dat geval is de Romeinse weg hier in Vroenhof een zijweg van de Via Belgica. Het wegennet in de Romeinse tijd was net als bij ons een netwerk van hoofdwegen, zijwegen en kleinere weggetjes naar bijvoorbeeld de villa's. Hier in de directe omgeving zijn verschillende Romeinse vondsten gedaan. Zoals dakpannen, aardewerk, een fragment van een maalsteen, glas en munten die wijzen op bewoning in de Romeinse tijd. Dus los van de vraag: is het nu de Via Belgica of niet?, kunnen we stellen dat hier 2000 jaar geleden ook mensen langs de weg gewoond hebben. Waarschijnlijk in eenzelfde soort open lintbebouwing als hier nu nog het geval is. Zorgcentrum Vroenhof is onderdeel van zorggroep Cicero. Marcus Tullius Cicero was een Romeinse staatsman, filosoof en schrijver. Hij schreef onder meer over hoe mensen waardig oud kunnen worden. Deze verwijzing naar het Romeinse verleden is hier mooi op haar plaats. Langs de weg waar langs de Romeinse cultuur zich door Zuid-Limburg verspreidde. Bij de naam Sint Gerlach zullen veel toeristen en wandelaars onmiddellijk denken aan het Château Sint Gerlach. Een prachtig landgoed waar je kunt overnachten, maar waar je ook terecht kunt voor een kopje koffie. Het is van oorsprong geen kasteel, maar een klooster. De naamgever van het landgoed was de adellijke ridder Gerlachus uit de 12e eeuw. Het verhaal gaat dat hij een welvarend man was. Na de plotselinge dood van zijn vrouw. Brak hij resoluut met zijn luxueuze leven en ging op pelgrimstocht naar Rome en Jeruzalem. Eenmaal terug in het Geuldal, koos hij voor een bestaan als kluizenaar en ging wonen in een holle eik. Gerlachus zou ook wonderen hebben verricht. Een jongen zou genezen zijn na het drinken van water vermengd met zand uit de holle eik. Deze en andere onverklaarbare genezingen bezorgden hem de status van heilige. Bij het graf van Gerlachus ontstond in het jaar 1201 een klooster dat uitgroeide tot een Norbertinessenstift. De kerk en een vleugel van het klooster dateren uit 1720. De kerk is een van de weinige barokkerken in Nederland. Midden in de kerk ligt het praalgraf van Gerlachus. Onder het graf ligt gelig zand dat verwijst naar de wonderbaarlijke genezingen. Ook nu nog schrijft men bijzondere krachten toe aan het zand. Vele bezoekers nemen een schepje zand mee. Een bedevaart of pelgrimstocht is van alle tijden. In de katholieke traditie is het een reis naar een plaats waar een heilige woonde. Tegenwoordig worden diezelfde eeuwenoude routes vaak afgelegd met andere motieven. Tot bezinning komen even rust, ontsnappen aan de hectiek van alle dag. Maastricht, Meersen en Houtem waren en zijn nog steeds bekende pelgrimsoorden. Maastricht vanwege Servatius, Houtem vanwege Gerlachus en Meersen, omdat er een wonder zou hebben plaatsgevonden. Deze Pelgrimsoorden hebben alle drie een Romeins verleden en zijn met elkaar verbonden door de via Belgica. De kerk en het château zijn niet van Romeinse oorsprong, maar er zijn wel verbindingen met het Romeinse verleden. Als eerste in de manier van bouwen. Wat opvalt is het klassicistische fronton in de voorgevel van het château. Zo'n fronton is afgeleid van de Griekse en de Romeinse tempels. De Romeinen waren de uitvinders van de boogconstructie, die ze veelvuldig toepaste in heiligdommen, badhuizen, bruggen en villa's. De plafonds van de kerk zijn voorzien van fresco's, ook een van oorsprong Romeinse techniek. Dezelfde techniek gebruikten de Romeinen onder andere in hun villa's hier in de streek. Fresco-schilderen is dus vele eeuwen later nog in zwang. Hier in de Sint-Gerlachuskerk zijn de prachtige plafondfresco's uit de 17e eeuw. Hier op de helling in het Ravensbos moet een rijke Romein hebben gewoond. Resten van zijn riante woning zijn in de jaren 1940 opgegraven en staan bekend als Villa Vogelzang. Uit de resten kon men afleiden dat het woonhuis, zoals gebruikelijk aan de voorzijde, een zuilengalerij had met op de hoeken twee vierkante torens. Er was ook een gemetselde kelder en de villa had een badinrichting met vloerverwarming. De villa moest begin 2e eeuw zijn gebouwd. Bijzonder is dat we weten wie er gewoond heeft. Zijn naam was Titus Tertinius. Er zijn drie bronzen plaatjes met inscripties aangetroffen die ons dit vertellen. Ook weten we dat Tertinius gemeenteraadslid in Xanten is geweest. Voor lokale begrippen een belangrijke man, dus. De naam zelf vertelt ons ook iets: het zijn twee namen: Titus Tertinius. Dit betekent dat hij niet uit een oorspronkelijke Romeinse familie komt, want Romeinen uit Italië hadden maar liefst drie namen: een voornaam, familienaam en bijnaam. Bijvoorbeeld Julius Gaius Caesar. Daarnaast eindigt zijn naam op Inius, een achtervoegsel dat veel voorkwam bij niet-Romeinen. Titus Tertinius' naam vertelt ons dus op twee manieren dat hij waarschijnlijk een Romeinse naam heeft aangenomen. toen hij Romeins burgerrecht kreeg. Dat kreeg je na 25 jaar dienst in het Romeinse leger. Dus ook dat weten we van hem. In de buurt van Villa Vogelzang lagen nog andere villa's. De eigenaren van villa's hier hoorden in het algemeen tot de lokale elite die een Romeinse levensstijl overnamen. Maar er zullen ook veteranen geweest zijn die na militaire dienst terugkeerden naar hun geboortegrond en daar een landbouwbedrijf stichten, net als Titus. Een villa-eigenaar had hier alles bij de hand. In de bossen zijn talloze beekjes voor de watervoorziening. Hellingbossen zorgden ook voor hout, bosvruchten en wild. In het dal ruimte voor weilanden voor het vee. In de dalwand mergel om de akkers te bemesten en de villa's van te bouwen. Op de plateaus zorgde de lusgrond voor vruchtbare akkers en natuurlijk vlakbij de Via Belgica. Zo kon de oogst makkelijk worden afgevoerd. Hier in de buurt bij het klooster Ravensbos werden ook sporen van Romeinse bebouwing aangetroffen. Vermoedelijk een heiligdom voor een godin, omdat het fundament rond was. Ronde tempels worden altijd in verband gebracht met godinnen. In de buurt van het heiligdom zijn ook askisten gevonden met Romeins aardewerk. Valkenburg is al 150 jaar een toeristenstadje. Niet voor niets heeft het het oudste station van Nederland. Uit het hele land kwam de gegoede burgerij hier voor hun rust. Om te kuren in de schone lucht en te wandelen in het mooie geuldal. Veel meer was er hier niet te doen. Jan Diepen, die even verderop in de Plenkertstraat in Villa Alfa woonde, bracht daar verandering in. Hij opende in 1910 iets wat we nu een experience zouden noemen: een replica van de Romeinse catacombe in de mergelgangen van Valkenburg. Een attractie voor het hele katholieke gezin. in een tijd waarin het rijke Roomse leven nog hoogtij vierde. De catacomben in Rome waren onderaardse graven van de christelijke inwoners. in de eerste eeuwen van onze jaartelling. Volgens de legende moesten zij hun doden stiekem begraven. omdat hun religie niet werd erkend door de machthebbers. Maar dat verhaal klopt niet. Een paar catacomben lagen bijvoorbeeld duidelijk zichtbaar langs de Via Appia, een van de belangrijkste uitvalswegen uit de stad Rome. De waarheid is veel minder spannend. De eerste christenen waren voornamelijk mensen uit de laagste klassen en slaven. Ze hadden gewoonweg het geld niet om een stukje grond op een echte begraafplaats te kopen. Daarom gingen ze ondergronds. De ondergrond van Rome bestaat uit vulkanische tufsteen, die de Romeinen veel gebruikten in de bouw. De onderaardse gangenstelsels die ontstonden bij de tufsteenwinning, bleken een prima plek om doden te begraven. Later ging men ook speciale groeves aanleggen om als ondergrondse begraafplaats te dienen. Christenen geloofden in een leven na de dood, dus werden de lichamen van christenen in de groeves begraven. Romeinen cremeerden hun doden. Daarom vind je in de catacomben ook wanden met allemaal asurnen, zogenaamde Columbaria. De omvang van de catacomben in Rome is enorm. Er zijn in totaal zo'n 40 catacomben gebouwd met tientallen kilometers aan gangen en honderdduizenden graven. In Valkenburg is maar een klein deel van de Romeinse catacomben nagemaakt. Dat gebeurde wel grondig. Onder leiding van de beroemde 19e eeuwse architect Pierre Kuipers werden de originele catacombes in Rome minutieus opgemeten, opgetekend en natuurgetrouw nagemaakt in de Valkenburgse mergelgangen. De kopie is zo goed gelukt dat Italiaanse studenten archeologie naar Valkenburg op excursie komen. Ze geven in sommige opzichten een beter beeld dan de originele in Rome. Die zijn door luchtvervuiling en massatoerisme te zeer aangetast. Direct vanaf de opening in 1910 waren de catacomben een groot succes. Door een bezoek aan de onderaardse graven stond je als het ware in contact met de tijd waarin het christendom nog puur en authentiek was. Bovendien kwam precies toen het toerisme in Valkenburg meer en meer op gang en ontstond er behoefte aan verheffend en stichtelijk vermaak. De wandschilderingen zijn heel bijzonder. Ze laten ons zien dat de Romeinse traditie niet van de ene dag op de andere vervangen werd door christelijke gebruiken. De oudste wandschilderingen en inscripties bevatten nog typisch Romeinse elementen, zoals de oproep aan de goden van de onderwereld, Dis Manibus. Ook verwijzen hier landes, bloemen, vruchten en vogeltjes naar een idyllisch landschap, naar rust en geluk. Het geluk wil men door het afbeelden ervan oproepen. Later worden oorspronkelijk Romeinse gebruiken, als bijvoorbeeld het dode maal, overgenomen in de christelijke beeldtaal. Het dode maal kennen wij als het laatste avondmaal. De verbeelding van christelijke symboliek gaat soms rechtstreeks terug op de Romeinse traditie. Vuursteen wordt wel het goud van de prehistorie genoemd. In een tijd waarin metaal en kunststof nog niet bestonden, was vuursteen de belangrijkste grondstof voor gereedschap en wapens. Men maakte er pijlpunten en messen van voor de jacht, schrapers om dierenhuiden schoon te maken en gereedschap om akkers te bewerken. En je kon er natuurlijk vuur mee maken. Ruim 5000 jaar geleden werd die vuursteen in Zuid-Limburg gewonnen. Dat gebeurde in kleine ondergrondse mijnen. De mijnwerkers maakten verticale mansgrote schachten in de zachte mergel en groeven zo diep totdat ze op de vuursteen stuiten. De vuursteenlaag werd dan verder horizontaal ontgonnen. Hier in de Plenkertstraat in Valkenburg kun je nog een deel van zo'n vuursteenmijn zien. Door erosie en afgraving is de heuvel deels verdwenen, net als de verticale schacht. Maar de horizontale schacht kun je nog zien in de wand. In zulke kleine levensgevaarlijke gangetjes werd het goud van de prehistorie gewonnen. Nederland heeft twee prehistorische vuursteenmijngebieden: hier in Valkenburg en in Rijkhold, ten zuidoosten van Maastricht. Vuursteen uit Valkenburg en Rijkhold is te herkennen aan de specifieke samenstelling en kleur van de stenen. Er moeten zo'n 2000 mijnschachten in Limburg zijn geweest. De totale productie wordt geschat op zo'n 20 ton vuursteen, genoeg voor miljoenen voorwerpen. Limburgse vuursteen is teruggevonden in Duitsland en Noord-Frankrijk. Het bewijst dat ook in de prehistorie, dus voor de komst van de Romeinen, mensen over grote afstand onderling handelscontacten hebben onderhouden. Dat is bijzonder omdat hiervan doorgaans weinig echte sporen te vinden zijn. De vuursteenmijnen zijn indrukwekkende archeologische monumenten die ons in contact brengen met onze verre voorouders. Zij leefden in een tijd dat de mensheid overstapte van een leven als jager-verzamelaar naar een leven als boer. De vuursteenmijnbouwers leefden in de steentijd. Toen de Romeinen naar ons land kwamen, leefde men in de ijzertijd. Door hun komst veranderde er zoveel dat er een nieuwe periode begon, de Romeinse tijd. Die veranderingen zaten hem vooral in de introductie van nieuwe kennis en vaardigheden. Zoals het schrift, de introductie van muntgeld, waardoor de economie veranderde. Het bouwen met behulp van boogconstructies, het gebruik van beton, de aanleg van een enorm wegennetwerk en een totaal andere organisatie van de samenleving. In heel wat opzichten was de Romeinse tijd de voorbode van de tijd waarin wij leven. Sinds de Romeinen hebben we schriftelijke verslaglegging van de geschiedenis. De prehistorie, de ongeschreven geschiedenis, was voorbij. Het uitzicht hier bovenop de Goudsberg bij Walen is indrukwekkend. Dat zullen de Romeinen ook hebben gedacht, want zij bouwden hier een wachttoren. De Goudsberg was voor hen een perfecte strategische plek om controle te houden op het guldal en het omringende plateau. Of hier in de buurt daadwerkelijk de Via Belgica lag, weten we tot op heden niet. De dichtstbijzijnde sporen van de weg zelf liggen in Voerendaal en Houtem. Daartussenin is het Gissen. Van de wachttoren zijn de stenen fundamenten teruggevonden. De toren was bijna vierkant, ongeveer 9 bij 12 meter, en omgeven door een gracht. Hoe de toren er bovengronds uit heeft gezien, weten we niet. Mogelijk was hij gedeeltelijk van hout. Of helemaal van steen. Met de keuze voor deze plek hebben de Romeinen optimaal gebruik gemaakt van het landschap. Precies op het randje van het plateau hebben ze een verhoging aangebracht waarop ze de wachttoren bouwden. Die was daarmee goed beveiligd. Aan de dalkant liep het meteen steil naar beneden en aan de plateauzijde maakten de Romeinen een aardenwal met een gracht ervoor. De Wachttoren is gebouwd in het begin van de 4e eeuw. De Tweede en Derde eeuw was in het Romeinse Rijk een periode van rust en vrede geweest, de zogenaamde Pax Romana, de Romeinse Vrede. De rivier de Rijn vormde de grens. Aan het einde van de derde eeuw staken Germaanse stammen uit het noorden en het oosten de Rijn over en vielen het welvarende Romeinse Rijk aan. In 275 na Christus bereikten ze Maastricht, dat met de grond gelijk werd gemaakt. Ook de termen in Heerlen werden in de as gelegd, en villa's als de Herkenberg en Tenhoven werden geplunderd en in brand gestoken. Brandlagen en asresten zijn op al deze plaatsen door archeologen aangetroffen. De Germaanse bendes konden zo ver in het Romeinse Rijk doorstoten, omdat de Romeinen alleen een grensverdediging hadden. Als je eenmaal over de Rijn heen was, kon je dankzij het geweldige Romeinse wegennetwerk heel snel doorlopen. Aan het begin van de 4e eeuw stelden de Romeinen weer orde op zaken en werden de forten langs de Rijn hersteld. Ook introduceerden ze een systeem van diepteverdediging. Strategische punten langs de grote hoofdwegen werden ook beveiligd. Maastricht kreeg een castellum, een fort met een stenen muur en er kwam een stevige stenen brug. Heerle werd beveiligd door een spitsgracht om een deel van de nederzetting. Hier op de Goudsberg kwam een militaire wachtpost die een deel van het Geuldal en het omliggende plateau controleerde. Niet alleen de strategische punten langs de weg werden beveiligd. Ook bij de villa's werden veiligheidsmaatregelen genomen. De villa in Voerendaal kreeg een vierkante stevige toren van 8,5 bij 9,5 meter met muren van anderhalve meter dik. Stevig genoeg om je bij onraad samen met je familie in terug te trekken. De toren diende waarschijnlijk ook voor de opslag van graan. Een grote graanvoorraad was geld waard. De militaire wachtposten communiceerden simpel en doeltreffend met elkaar. Gekleurde vlaggen en rooksignalen brachten boodschappen over. Er was een heel systeem voor gecodeerde boodschappen. In 2003 is de wachtpost opnieuw onderzocht met behulp van pollenonderzoek. Zo kon het landschap worden gereconstrueerd. Restanten van zaden zijn uit de grond gefilterd en gedetermineerd. Wat bleek? In de gracht om de wachtpost heen groeide gras waarin zich veel kruiden bevonden. In de directe omgeving lagen gerst- en tarweakkers. Direct na de bouw waren er weinig bomen en struiken in de omgeving. In een latere fase groeiden er meer bomen, maar niet zoveel als nu, want om controle over de omgeving te houden is vrij uitzicht natuurlijk een voorwaarde. Het doet Zuid-Europees aan: het kerkje van Klimmen dat op de top van de heuvel uitkijkt over de omgeving. Een unieke locatie voor Nederland. Sommigen menen dat op deze plek in de Romeinse tijd een militaire wachttoren stond. Sterker nog, een enkeling is ervan overtuigd dat de onderste elf meter van de huidige toren een Romeinse wachttoren is. Een aantal omstandigheden onderbouwen deze theorie. Als eerste de locatie. Een plek die zo hoog ligt, leent zich uitstekend voor een wachttoren. Vanaf hier heb je naar alle kanten een fantastisch uitzicht. Het is dus een prima plek om het gebied te controleren. Vanaf de wachttoren kon je een groot deel van het dal overzien. In het dal lag de Via Belgica, ongeveer waar nu de autoweg ligt. De soldaten in de wachttoren moesten al het verkeer over de weg in de gaten houden. Zeker is dat in Valkenburg en Heerlen zulke wachttoren stonden. Een ander argument is behoorlijk concreet. Bij de aanleg van een cv-installatie in 1984 werden onder de vloer van de kerk en in de funderingen Romeinse dakpannen en Romeins aardewerk aangetroffen. Bovendien is er ook herkenbaar Romeins bouwmateriaal in de muren van de kerk verwerkt. In de boogjes boven de ramen zitten rode tegels verwerkt. Dit zijn Romeinse dakpannen. Onder de dakgoot zit een grote zware steen, een kraagsteen, die ook uit de Romeinse tijd dateert. Maar er zijn ook argumenten die de theorie van de wachttoren op deze plek weerspreken. Het feit dat er Romeins bouwmateriaal in de muren zit, wil nog niet zeggen dat de muur dus Romeins is. De dakpannen en de grote stenen kunnen in latere tijd gewoon hergebruikt zijn, dat was vroeger heel gebruikelijk. Kant-en-klaar bouwmateriaal voor het oprapen. Vandaar ook dat de meeste Romeinse bouwsels in de loop der eeuwen vrijwel compleet verdwenen zijn. We zien dit hergebruik bijvoorbeeld ook in de westfassade van de Ons Lieve Vrouwenbasiliek in Maastricht. Deze kerktoren geeft trouwens wel een goed beeld van hoe een muur opgetrokken uit kalksteen er in de Romeinse tijd uitgezien kan hebben. Romeinen gebruikten kalksteen uit groeven in de directe omgeving voor de bouw van villa's, de wachttorens en bijvoorbeeld het badhuis in Heerle. De enige manier om erachter te komen of de Klimmense toren echt Romeins is, is door onder de vloer van de kerk op zoek te gaan naar de onderste lagen van het fundament. Als er een Romeins fundament gevonden wordt, en als de kerktorenmuur direct op dit fundament staat, dan wordt het heel aannemelijk dat de kerktoren inderdaad een Romeinse wachttoren geweest kan zijn. In 1904 heeft de Romeinse architect Pierre Kuipers het middeleeuwse karakter van de kerk weer in volle glorie teruggebracht. Geheel naar de maatstaven van zijn tijd. En dat waren dus de maatstaven van Kuipers zelf. Of de kerk er werkelijk ooit zo heeft uitgezien, wordt dan ook betwist. De kerk wordt na zonsondergang prachtig verlicht. Van grote afstand zie je het kerkje hoog in het landschap liggen. Hoe dan ook, het ligt op een prachtige plek. Hadden de Romeinen dat ook al gezien? Tot 1919 werd het water uit de beek door de inwoners van Kralbeek nog dagelijks gebruikt voor al hun behoeften. Pas in dat jaar kreeg men water uit de kraan. Ook de Romeinen haalden, net als de vroegere inwoners van Kralbeek, water uit bronnen en beken. Hier in Limburg zijn talloze beekjes en grotere beken. Het is geen toeval dat alle Romeinse villa's in de buurt van een beekje lagen. De beschikbaarheid van water was en is een belangrijke voorwaarde om ergens te kunnen wonen. De Romeinen vestigden zich dus graag in deze omgeving, ook vanwege de combinatie met vruchtbare lusgronden. Op deze plek kwam vroeger op zeven plaatsen het water aan de oppervlakte, de zogenaamde sprungs. Zo kreeg deze plaats de naam de Zevensprong. Vanaf hier wordt in onze tijd het water via leidingen afgevoerd. Vandaar de aanwezigheid van een pompstation van de Waterleidingmaatschappij. De Romeinen verstonden ook de kunst om water over grote afstanden te vervoeren. Dit gebeurde via kanaaltjes met af en toe bij een dal een dam of zelfs een aquaduct. In de Eifel richting Keulen zijn delen van zo'n aquaduct gevonden. De stad Keulen met 20.000 inwoners kreeg water dat over een afstand van 70 kilometer werd aangevoerd. Villa Tenhoven en Villa Herkenberg hadden een eigen badinrichting. Het water werd vanuit de beken uit de omgeving via kanaaltjes naar de huizen geleid. Ook het badhuis in Heerle werd gevoed met beekwater uit de directe omgeving. Het pompstation hier aan de Zevensprong is gemaakt van kunrader kalksteen. Het materiaal waarmee de Romeinen ook hun villa's en de waterkanaaltjes bouwden. En zo staan we hier op een plek waar niet zozeer het verleden tastbaar wordt maar waar je je bewust wordt van de continuïteit der dingen. Gunrader steen werd in de Romeinse tijd gebruikt en wordt nog steeds gebruikt. Water was belangrijk, is belangrijk en blijft belangrijk. Sommige dingen veranderen nooit. De naam barrière verwijst naar het Franse woord barrière, dat slagboom of versperring betekent. In 1778 werd besloten om de weg van Maastricht naar Heerle te verbeteren. Maar wegwerkzaamheden kosten geld. Daarom bouwde men onderaan de klimmende berg een barierhuis of tolhuis. Met de tolgelden kon de weg onderhouden worden. Voor een paard, een koe of een os betaalde je één oort, ongeveer één cent. Voor een varken of schaap, een halve oord. Maar voor een kar bespannen met twee paarden moest je zes oorten neerleggen. Lokale bewoners hoefden hun laatste oortje niet te versnoepen, want zij waren vrijgesteld van deze tolheffing. In de Romeinse tijd werden wegen aangelegd door het leger. Net zoals wij belasting betalen voor ons wegennet, deden de inwoners van deze streken dat toen ook. Ze moesten delen van hun oogst aan de Romeinen afstaan, waarmee een gedeelte van de enorme kosten van het leger betaald kon worden. De weg bij Barrier is vanaf de Romeinse tijd tot 1967 de hoofdweg tussen Heerle en Maastricht geweest. Pas eind jaren 60 is men vanwege de toename van het autoverkeer begonnen met de aanleg van de A79, de verbinding tussen de A2 en de A76. Tot nog niet zo heel lang geleden reden hier regelmatig vrachtwagens met Kunrader steen voorbij. Sommigen spreken van Kraubekersteen. Hoe dan ook, het is een wat hardere variant van de mergel, de kalksteen die we overal in Zuid-Limburg tegenkomen. Mergel komt hier in de dalwanden af en toe aan de oppervlakte. Niet ver hier vandaan, in Kunraden, waar de A79 de Bergse weg kruist is een steengroeven die sinds kort weer in gebruik is. De steen wordt hier in de open lucht in dagbouw gewonnen. Eigenlijk min of meer op dezelfde manier als de Romeinen hier ook mergel wonnen. De Romeinen gebruikten de mergel om villa's van te bouwen. Voor de oorspronkelijke bewoners was dat een heel nieuwe toepassing. De oude groeve is weer in bedrijf. Er is nog steeds vraag naar mergel voor de bouw van nieuwe huizen, maar ook voor de restauratie van oude panden en voor bouwornementen. Het mergel van nu wordt, net als in de Romeinse tijd, over de weg afgevoerd naar bouwlocaties. Of de karren bij Barrier door Romeinse soldaten op inhoud gecontroleerd zijn, zullen we nooit weten. Ze staat afgebeeld in bijna ieder boek over archeologie in Nederland, De Dame van Voerendaal. Maar wie is zij werkelijk? Een godin of is het stenen vrouwenhoofd dat hier gevonden is toch het portret van een gewone Romeinse mevrouw? We weten het niet en misschien zal het altijd in nevelige huld blijven. Toen arbeiders van de Eerste Nederlandse Kalkmaatschappij hier in 1917 een nieuwe kalk overbouwden, vonden ze bewerkte stenen, aardewerk, een bronzen handvat, stukjes glas, houtskool, verbrande beenderen en dit stenen vrouwenhoofd. De spullen werden overgebracht naar kasteel Haren, waar het kantoor van de firma was. Alle aandacht ging toen der tijd uit naar de vondsten zelf. Maar van de vondstomstandigheden weten we helaas bitter weinig. We hebben een beschrijving uit 1918, waarin gesproken wordt over muurtjes van eener hoogte van 55 centimeter met een binnenruimte van 3,20 en 1,90 meter, gevuld met puin. En in dit puin lag onze vrouwenkop. Was het een grafmonument te vergelijken met het vrouwengraf in Landgraaf of de grafmonumenten in Maastricht? Maar het stenen hoofd van de dame van Voerendaal zelf vertelt ons toch iets meer. De stijl waarin zij gebeeldhouwd is, zegt ons dat zij in het midden van de tweede eeuw gemaakt is. In die periode was het gebruikelijk om de oogpupillen en de krullen als het ware uit te boren. Vooral de pupillen zijn heel kenmerkend voor deze tijd. Ook het kapsel geeft aanwijzingen. De haren zijn naar achteren gekamd en in twee vlechten opgestoken. En de dame heeft een haarband om. Zo'n kapsel was in de tweede eeuw in de mode. Sabina, de vrouw van keizer Hadrianus, droeg dit kapsel. Een vrouw die zich laat afbeelden in de stijl van de vrouw van de keizer, is niet zomaar een vrouw. Het moet iemand met geld zijn geweest. Heel lang heeft men rijke vrouwengraven verklaard als daar ligt een vrouw begraven van een rijke man. Nu denkt men er anders over. Wanneer een man lief opgeroepen werd voor de oorlog, moest het bedrijf toch door blijven draaien. Vrouwen konden bovendien ook eigenaar zijn van een villa. Een van de mooiste en bijzonderste askisten is die van de dame uit Simpelveld. Zij heeft zich aan de binnenkant van een askist laten vereeuwigen en laat heel zelfbewust zien dat zij de eigenaar is van alle rijkdommen om haar heen. Was de dame van Voerendaal ook een geslaagde zakenvrouw met een villa in de buurt van de Via Belgica? Een andere theorie is dat de dame van Voerendaal een godin is. Goden en godinnen worden meestal herkend aan attributen waarmee zij worden afgebeeld. De godin Venus heeft doorgaans weinig kleding aan, maar ze heeft wel altijd een haarband. Of is het toch Diana, de godin van de jacht? die ook in Maastricht op een steen staat afgebeeld. De vondsten rondom de Via Belgica vormen stukjes van de puzzel van het leven in de Romeinse tijd in deze streek. Heel soms kunnen we een puzzelstuk verbinden aan een naam, een persoon. Zo kennen we bijvoorbeeld Amaka uit Maastricht, Titus Tertullius uit het Ravensbos, Marcus Saturnius Jucundus die het badhuis in Heerlen liet restaureren en Lucius de Pottenbakker. Ook uit heerlen. Maar welke gezichten er precies bij horen, weten we niet. Met de dame uit Voerendaal is het juist andersom. Haar gezicht kennen we, maar wat was haar naam? Hier is zo'n plek waarvan we 100% zeker weten dat de via Belgica er liep. Zo'n 50 centimeter onder de grond ligt de Romeinse weg. Van oost naar west. De huidige autoweg loopt er dus parallel aan. 2000 jaar geleden marcheerden hier Romeinse soldaten. snelden er de koeriers met hun brieven overheen. trokken handelaren met zwaar beladen ossenwagens over deze weg. Natuurlijk maakten ook reizigers en bewoners uit de streek er gebruik van. De Via Belgica was in de Romeinse tijd een van de belangrijkste wegen in Noordwest-Europa. De weg verbond de zeekust bij Boulogne-sur-Mer met Keulen, de hoofdstad van de provincie Germania. Het was de enige oost-westverbinding. Een van de methodes van de Romeinen om een nieuw gebied onder controle te krijgen en te houden was het aanleggen van een goed wegennet. De legers konden zich zo snel en efficiënt verplaatsen van het ene kamp naar het andere, of naar plaatsen waar opstanden dreigden. De weg was ook noodzakelijk om de bevoorrading van de legerkampen goed te kunnen organiseren. De Romeinen waren het eerste volk dat systematisch door het hele rijk verharde wegen aanlegde. Het waren de soldaten zelf die de wegen bouwden. Romeinse ingenieurs, ook in dienst van het leger, bepaalden waar de weg kwam te liggen. Als het even kon, in een rechte lijn van A naar B. Maar soms waren rivieren, heuvels of drassige gronden een reden om af te wijken van de rechte lijn. Dat was dus ook zo hier in Zuid-Limburg. Geplaveide wegen, zoals de Via Appia in Rome, kende men hier niet. De Romeinen gebruikten altijd lokale materialen bij de aanleg van een weg. Hier in Zuid-Limburg waren dat grind en keien. Grote stenen lagen onderaan en een dikke laag fijn grind kwam er bovenop. Op deze plek hebben archeologen zo'n grindlaag gevonden. Hij was 9 meter breed en in het midden 80 centimeter hoog. Naar de uiteinden liep de dikte af, waardoor het water aan weerszijden kon wegstromen in een greppel. Die greppels zijn ook teruggevonden. Een afdruk van de doorsnede van deze weg is te zien in het Termenmuseum in Heerle. De aanleg van een weg had grote gevolgen voor een streek. Het hele landschap en ook de hele samenleving veranderden. Langs de weg kwamen er wachtposten en uitspanningen. Vanaf de hoofdweg werden zijwegen aangelegd naar boerderijen en villa's die ook nieuw waren. Op de kruisingen werd gehandeld en zo ontstonden nederzettingen, dorpen en uiteindelijk zelfs hele steden. Langs de weg stonden stenen mijlpalen, met daarop de afstanden naar de dichtstbijzijnde grote plaats en de naam van de keizer in wiens opdracht de weg werd aangelegd. In Eigelshoven zijn twee fragmenten van mijlpalen gevonden, en in Rimburg is een voet van een mijlpaal gevonden. Een belangrijke informatiebron over Romeinse wegen is de Peutingerkaart. Het is een middeleeuwse kopie van een Romeinse wegenkaart uit de vierde eeuw. De kaart is lang en smal, zodat de kaart makkelijk opgerold kon worden. In onze ogen klopt de weergave niet, maar het is het best te vergelijken met een Londense metrokaart. Coriovallum, Atuatuca Tungrorum en Colonia Agrippina staan op de kaart. Via de weg werden niet alleen legers en handelswaar vervoerd. Alle informatie en nieuwtjes verspreidden zich ook via de weg. Couriers op paarden legden 60 tot 70 kilometer per dag af. Supersnelle koeriers van de keizer haalden maximaal 300 kilometer per dag. Ano nu is dat niet veel, maar 2000 jaar geleden was dit een enorme stap voorwaarts. Door de manier waarop de Romeinen hun rijk organiseerden en ontsloten, werd de wereld letterlijk een stuk kleiner. Het bracht mensen uit verschillende streken en delen van de wereld met elkaar in contact. Handel ging sneller en over een groter gebied. Producten zoals eten, drinken, kleding en gebruiksvoorwerpen konden via de wegen nieuwe eigenaren bereiken. Ook gedachten, ideeën, gewoontes en tradities verspreiden zich langs de wegen door Europa. En zo heeft de Romeinse cultuur de geschiedenis van Europa sterk beïnvloed. De Geleenhof is voor veel heerlenaren een begrip. De 18e-eeuwse carréboerderij heeft een geschiedenis die teruggaat tot de 14e eeuw. Al eeuwenlang kunnen mensen hier terecht voor een hapje en een drankje. Nu in een brasserie, toen in een herberg. Ook was de Geleenhof in die tijd halteplaats en wisselstation voor paarden van de postkoets tussen Maastricht en Aken. En het was niet de eerste halteplaats hier in de buurt. Ter hoogte van de Uterpelaan bij de Rabobank, zo'n 200 meter verderop richting centrum, lag er in de romeinse tijd al een, en dat is geen toeval. De Valkenburgerweg, de weg waar we nu staan, was tot begin jaren 70 de toegangsweg voor Heerle. De postkoetsen uit de 18e eeuw gebruikten deze weg al, maar dus ook de Romeinen, zo'n 2000 jaar geleden. We weten dit omdat de Via Belgica hier vlakbij is gevonden. De Romeinse weg was hier verhard, 9 meter breed en had aan weerszijden greppels voor de afwatering. Langs de weg zijn dus ook de stenen fundamenten gevonden van het Romeinse paardenwisselstation, de mansio. Naast de stenen fundamenten troffen de archeologen ook een dik pakket stro van 10 bij 2 meter aan en resten van houten schotten. Dat zijn waarschijnlijk paardenboksen geweest. In een mansio konden reizigers een hapje eten, overnachten, hun paard s'nachts op stal zetten of zelfs van paard wisselen. Maar er was nog een vondst: het herkenningsteken van een beneficiarius. Dat was een militair die leiding gaf aan een statio, een post van de Romeinse wegpolitie, een beetje vergelijkbaar met onze marechaussee. Ze waren verantwoordelijk voor controle, onderhoud en bewaking van de weg. Zo'n statio had een werkterrein van 50 tot 70 kilometer. Xanten, Keulen en Aken hadden allemaal zo'n statio. Een kleine rekensom leert ons dat er hier in Heerle ook zo'n politiepost kan hebben gestaan. De vondst van het herkenningsteken van de beneficiarius bevestigt deze theorie. Ook zijn er hier over een lengte van 800 meter aan beide kanten van de weg graven gevonden. Dat is nog een aanwijzing dat er hier een Romeinse weg heeft gelegen. De Romeinen begroeven hun doden altijd langs de toegangswegen van dorpen en steden. De Via Belgica liep dus dwars door het grafveld de bebouwde kom van Romeins Heerlen in. De weg kruiste daarbij de Geleenbeek. De beek vormde de grens tussen de bebouwde kom en het grafveld. In de moerassige grond rond de geleenbeek is een constructie gevonden van eikenhouten balken met daarop een laag klei, stenen en grind. Archeologen twijfelen nog of het de resten zijn van een brug of een fundament waar de Via Belgica op lag. Hoe dan ook, reizigers die over de Via Belgica Coriovallum betraden, Hielden droge voeten. Stel, we reizen op de Romeinse manier naar Heerle, te voet, te paard of in een reiswagen. We zijn uren onderweg. Het is warm, we zijn stoffig en moe. Of het is juist koud, we zijn verkleumd. Dan is een badhuis waar je je kunt opfrissen en ontspannen een ongelooflijke luxe. Dit badhuis, of zoals de Romeinen het zelf noemden, de Termee, lag midden in het centrum van Romeins Heerle, vlak bij de kruising van twee hoofdwegen: de Via Belgica, de weg van Tongeren naar Keulen en de weg van Aken naar Xanten. Een locatie waar veel reizigers, soldaten en handelaren langskwamen, die na een lange reis een bad wel konden gebruiken. Termen zijn niet alleen een icoon van de Romeinse bouwkunst. Ze vormen ook het voorbeeld bij uitstek van de Romeinse levensstijl, die vanuit Rome naar alle delen van het Romeinse Rijk werd verspreid en die ook door de plaatselijke bevolking werd overgenomen. Zo ook in Heerle. De Romeinen waren van huis uit gewend om met natuursteen en baksteen te bouwen. De termen van Coriovallum waren dan ook helemaal gebouwd met kalksteen, die hier in de buurt werd gewonnen. Bij de bouw werden allerlei nieuwe technieken toegepast: dubbele vloeren, holle wanden, boogconstructies, waterleidingen en vensterglas in de ramen. Voor de oorspronkelijke bewoners hier, die in vakwerkhuizen van hout en leem woonden, was het letterlijk ongekend. Het verwarmingssysteem was even vernuftig als simpel. In de stookruimte werd een groot reservoir water verwarmd. De warme lucht werd niet via de schoorsteen afgevoerd, maar werd opgevangen en onder de vloer doorgeleid en vond zijn weg omhoog tussen de dubbele wanden. Zo werden de badruimtes verwarmd. Het warme water was bestemd voor de warmwaterbaden. De plaats van de termen was zo gekozen dat schoonwater uit de hoger gelegen Koumerbeek kon worden aangevoerd, terwijl het afvalwater op de lager gelegen Geleenbeek kon geloosd worden. Hout om te stoken vond men op bosrijke hellingen in de omgeving. Het termencomplex bestaat uit een aantal onderdelen. Een koud, een lauw en een heet waterbad, een sauna, toiletten en een kleedruimte. De vloer van de kleedruimte is grotendeels bewaard gebleven en heeft uit zo'n 23.000 kleine baksteentjes bestaan. Er was ook een open binnenplaats met een zwembad en een sportveldje. Aan de straatkant waren kleine winkeltjes. Bij de opgraving van de termen zijn onder andere. Glazen olieflesjes, bronzen schrapers, service en kledingspelden gevonden. Samen met de kennis uit schriftelijke Romeinse bronnen geven de vondsten een goed beeld van hoe het eraan toeging in de termen: Mensen kwamen hier niet alleen om een bad te nemen, maar ook om een hapje te eten, te sporten, elkaar te ontmoeten en zaken te doen. Je kon zelfs naar een oogarts gaan. Er is een zalfsteentje gevonden waar niet alleen de naam van de oogarts ingegraveerd staat, maar ook het recept van vier van zijn zalfjes. Een dagje naar een kuuroord of naar een sauna gaan is eigenlijk heel Romeins. Hoewel wij in onze tijd misschien wat te preut zijn om daar, net als de Romein, helemaal naakt onze vrienden te ontmoeten en zaken te doen. Op deze plek kruisen heden en verleden elkaar. Het parallelogram met de schuin oplopende driehoeken op het plein verbeeldt een historisch kruispunt van wegen: de weg van Boulogne sur Mer naar Keulen, van oost naar west, en de weg van Xanten naar Trier, van noord naar zuid. De tekst op de moderne zwarte mijlpaal wijst ons de richting vanuit het heden naar het verleden. Romeins Heerle of Coriovalum ontstond op dit kruispunt van wegen. Door deze strategische ligging kon Heerle een plaats van betekenis worden. Het badhuis dat direct langs de hoofdweg werd gebouwd, is hier nog steeds een tastbaar bewijs van. Hoe vonden de Romeinen hun weg? Langs de weg en op kruisingen van wegen stonden mijlpalen. Hierop kon de reiziger aflezen hoeveel mijl hij nog verwijderd was van de dichtstbijzijnde stad. De naam van de keizer die de weg had laten aanleggen stond ook vermeld. Voor ons is dit nu een hulpmiddel om vast te stellen wanneer de weg werd aangelegd. In Limburg zijn twee delen van mijlpalen in de kerk van Eigelshoven teruggevonden. In Rimburg in de Broekhuizerstraat bij huis nummer 53 staat naast een meterkastje een blok zandsteen. Voor de een een restant van een mijlpaal, voor de ander een deel van een waterput. Feit is dat de steen zo verweerd is dat een eventuele inscriptie weggesleten is. Naast de mijlpalen gebruikten de Romeinse ambtenaren en militairen kaarten en reisboeken. Wereldberoemd is de Peutingerkaart, een middeleeuwse kopie van een Romeinse wegenkaart waar het totale Romeinse Rijk op staat. Ook heerle staat erop vermeld als corto vallio in plaats van Coriovalum. Corto is het Keltische woord voor zwaard of leger. De weg die wij nu via Belgica noemen, staat ook op de Peutingerkaart ingetekend. Van Tungrorum via cortovallio naar Juliacum, van Tongeren via Heerle naar Juli. Naast de Puttinger kaart staat Heerlen ook vermeld in een derde-eeuws Romeins reisboek, het Itinerarium Antonini. Hierin staat Heerlen wel vermeld als Coriovallum. In het boek staan precies de afstanden tussen de nederzettingen langs de weg. Zo bedraagt de afstand Tongeren-Heerlen 16 Romeinse mijl. Een Romeinse mijl was 2200 meter. Omgerekend was de afstand Tongeren-Heerle dus ruim 35 kilometer. De vondst van speerpunten, hoefijzers en ruitersporen in en rond Heerle duidt ook op de aanwezigheid van militairen. En de spitsgrachten die ten zuiden en ten noorden van de Termen zijn teruggevonden, zijn niet anders te verklaren dan als verdedigingswerken. Toch is in Coriovallum geen kastellum aangetroffen zoals in Maastricht. Of Heerle nu echt militaire betekenis heeft gehad, daarover zijn de geleerden het nog lang niet eens. Waar niemand aan twijfelt is het feit dat Coriovallum in de tweede eeuw na Christus een welvarend stadje was op de kruising van twee belangrijke wegen. De Luciushof is vernoemd naar de Romeinse pottenbakker Lucius, die hier zijn atelier had. Er zijn hier langs de putgraaf 17 pottenbakkersovens gevonden. Net zoals nu lagen in de Romeinse tijd de bedrijventerreinen langs de toegangswegen naar een nederzetting. De pottenbakkerswijk lag aan de uitvalsweg naar het oosten, richting Keulen. Aan de weg naar het zuiden, richting Aken, lag een bedrijventerrein waar onder andere sporen van smederijen zijn teruggevonden. Romeinse bedrijven hier waren geen fabrieken zoals wij die kennen, maar ateliers waar op ambachtelijke wijze producten werden gemaakt. Een pottenbakker maakte gebruik van een draaischijf en vormde elke kruik, pot, bord of schaal met de hand. De oven waarin het aardewerk gebakken werd, bestond uit een lemen bakvloer met trekgaten, met daaroverheen een lemen koepel met schoorsteen. Onder de bakvloer werd een vuur gestookt. Het was belangrijk om de temperatuur goed te beheersen. Niet te warm, niet te koud, niet te snel laten oplopen en niet te snel laten afkoelen. Het duurde zes uur voordat zo'n oven op temperatuur was. Dan werd er zes uur gebakken en daarna koelde de oven in zes uur af. Een pottenbakker was dus achttien uur bezig met stoken. Onze pottenbakker, Lucius, heeft echt bestaan. En dat weten we dankzij een bedrijfsongevalletje. Lucius had zijn naam op een kruik geschreven met de mededeling erbij dat hij dit kruikje voor Amaka had gemaakt. De oven waarin hij dit kruikje wilde bakken, begaf het. Waarschijnlijk koelde de oven te snel af en stortte toen in. Archeologen hebben een kleine 2000 jaar later de ingestorte oven met de kapotte kruik erin teruggevonden. Een topvondst. Niet alleen omdat het een prachtig kruikje is, maar vooral vanwege de inscriptie. We kennen nu een potbakker bij naam, Lucius Verenius. Dat betekent Lucius afkomstig uit Veresne, het huidige Belgische Dilzen. Maar wat doet een pottenbakker uit Dilze in Koriuvalm? Koriuvalm had alles wat een pottenbakker nodig had. De Kamerbeek bood hem goede leem en water en in het aanbos groeide genoeg hout om de oven te stoken. In Koriuvalm werd duidelijk meer aardewerk geproduceerd dan de bewoners zelf nodig hadden. Er zijn in totaal wel 43 pottenbakkersovens teruggevonden. De villa-bewoners in de omgeving zullen goede afnemers zijn geweest, maar zij niet alleen. Coriovalum was vanwege zijn ligging op het kruispunt van twee hoofdwegen uitgegroeid tot een regionaal centrum. Er was een markt, er waren winkeltjes, een herberg en een badhuis. Voor mensen op doorreis een ideale stop om even te rusten en voor handelaren de ideale plek om hun waar aan te bieden op de markt. Ze konden hier aardewerkproducten inslaan om die vervolgens op een andere markt te verkopen. Het huidige Heerle is nog steeds een regionaal centrum. Het is echt een winkelstad. Twee keer per week is er markt waar kooplui hun waar aan de man brengen en waar mensen uit de hele omgeving op afkomen. En wie goed zoekt, vindt misschien nog wel een aardewerk een kruikje. Hier in het aanbos, een stukje oorspronkelijk hellingbos, wanen we ons midden in de natuur. Maar schijn bedriegt, de stad heeft deze groene enclave inmiddels helemaal omsloten. In de Romeinse tijd was dat anders, toen lag het nog echt buiten de nederzetting. De Via Belgica kwam hier in het aanbos ter hoogte van de Putgraaf de Romeinse nederzetting binnen. De resten van de weg zijn gevonden bij het klooster en bij de verpleegkliniek Bergweide. In de Romeinse tijd liep je hier buiten de bebouwde kom langs de grafvelden. In het aanbos is een bijzondere grafsteen gevonden waarop een man en een vrouw staan afgebeeld. De vrouw heeft een opvallende muts. Ze heeft een lange jurk aan met een stola. Haar man heeft een knielange tuniek aan en daaroverheen een soort jas met een capuchon. De afbeelding geeft ons een mooi beeld van twee mensen uit de Romeinse tijd. Het echtpaar ziet er wel anders uit dan de Romeinen in Italië. Daar worden mensen nooit met een muts en een jas op grafstenen afgebeeld. De man en de vrouw waren dan ook geen echte Romeinen, maar inheemse mensen die een Romeins gebruik overnamen. Want het plaatsen van een grafsteen op je graf, dat was wel echt Romeins. Ook al liet je je dan afbeelden met je niet-Romeinse kleding. Dankzij de grafsteen kunnen wij ons nu een beetje voorstellen wie er in de Romeinse tijd in Coriovallum leefden. Beeldhouwer Raf Verjans heeft op een heel andere manier mensen in steen uitgebeeld. Aan de hoofdingang van het aanbos staan twee door hem gemaakte sculpturen. Ze verbeelden het komen en gaan van mensen over de Via Belgica, door de tijd heen. Dit monument heeft de stad Tongeren, toen zij 2000 jaar bestond, aan haar Romeinse zustersteden cadeau gedaan. Ze staan langs de weg die de steden met elkaar verbond. De weg die wij nu Via Belgica noemen. Helemaal niets verraadt dat er hier langs de voskuilenweg archeologische vondsten zijn gedaan. Of toch? De straatnaam Insula is niet voor niets gekozen. Insula betekent letterlijk eiland, maar het was ook de benaming van Romeinse flatgebouwen. In Rome woonden arme mensen in woonkazernes van vier tot vijf verdiepingen hoog. De flatjes hadden geen keukens, geen sanitair en uiteraard geen kraam. De bewoners kochten hun eten op straat of aten in gaarkeukens. Ze gingen naar openbare toiletten en haalden water uit de fonteinen. Zo was het in Rome de miljoenenstad aan het begin van onze jaartelling. Coriovallum was in de Romeinse tijd een provinciestadje met hooguit duizend bewoners. Insula's voor stadsbewoners zijn hier niet geweest. Toch werd die naam gekozen voor dit woonblok omdat het de eerste hoogbouw aan de Voskuilenweg was. Het is een verwijzing met een knipoog naar het Romeinse verleden van Heerle. Hier vlakbij zijn restanten van een rechthoekig stenen fundament gevonden. Men denkt dat het hier om een Romeinse wachtpost gaat. En als we ons verplaatsen in de Romeinse tijd, is dat niet zo'n gekke gedachte. Als je alle bebouwing wegdenkt, dan kun je vanaf dit hooggelegen punt zowel Coriovalm als Landgraaf zien liggen. Zelfs Voerendaal en Valkenburg zouden bij goed weer te zien zijn. Zo'n hooggelegen punt leent zich uitstekend voor het bouwen van een wachtpost. De Romeinse weg is hier niet ver vandaan gevonden bij de bouw van de Broodfabriek ter hoogte van huis nummer 40, langs de Voskuilenweg op de hoek van de Krutsenveldweg. We weten dat er langs de weg diverse wachtposten hebben gestaan. Op de Goudsberg in Valkenburg is ook een wachtpost gevonden. De overeenkomsten zijn duidelijk: de wachtpost lag dicht in de buurt van de weg en lag op een strategische hoogte, zodat vanuit de toren de omgeving overzien kon worden. Coriovallum lag in het dal tussen de Kalmerbeek en de Geleenbeek. Langs de toegangswegen buiten de bebouwde kom lagen de grafvelden. Hier langs de Voskuilenweg zijn in 1920 vier zandstenen askisten gevonden. In twee van de kisten zijn uitzonderlijke luxe voorwerpen gevonden. Twee flesjes in de vorm van druiventrossen, een gouden flaconnetje, twee mesheften in de vorm van een springhaan en een hagedis en een eros gemaakt van barnsteen. Barnsteen was in de Romeinse tijd zeldzaam en dus erg duur. Eén ding maken de grafgiften duidelijk: dit waren de graven van rijke mensen, waarschijnlijk afkomstig uit Coriovallum. Hun familie heeft een behoorlijke klim moeten maken om hun graven te bezoeken, want de Via Belgica bereikt hier haar hoogste punt in de heuvels rondom Heerlen. Toen de kerk van Eigelshoven in 1939 werd gerestaureerd, vond men ingemetseld in de kerktorenmuur de resten van twee Romeinse mijlpalen. Ze staan nu in het Termenmuseum in Heerlen. Van een van de mijlpalen zit het onderste vierkante deel, het basement, nog in het fundament van de kerk. De zandstenen fragmenten zijn behoorlijk verweerd, maar toch is er een inscriptie te lezen. We herkennen de naam van keizer Constantijn de Grote die rond het jaar 310 de Via Belgica een grote opknapbeurt gaf. In de middeleeuwen maakte men graag gebruik van oud bouwmateriaal dat voor het oprapen lag. Dat verklaart ook waarom vervallen Romeinse villa's en andere bouwwerken zoals grafmonumenten vrijwel volledig verdwenen zijn. Soms ontdekken archeologen dat Romeins materiaal als onderdeel van latere bouwwerken. Dat zijn dan belangrijke vondsten die ons meer kunnen vertellen over de Romeinse tijd. Hergebruik van materiaal bespaarde kosten. In Maastricht is dat onder andere gebeurd bij de bouw van de Onze Lieve Vrouwenkerk, waar twee reusachtige steenblokken uit het oude Romeinse fort zijn gebruikt. En in het kerkje van Klimmen zijn onder meer Romeinse dakpannen verwerkt. De Romeinse mijlpalen hier in Eigelshoven zijn op dezelfde manier in de 12e eeuwse kerktoren terechtgekomen. Romeinse mijlpalen stonden om de duizend passen langs de wegen. Reizigers konden erop lezen hoe ver ze nog moesten reizen om bij hun bestemming aan te komen. Waarschijnlijk heeft zo'n mijlpaal ook hier in de buurt van de kerk in Eigelshoven gestaan. En dat zou er dan weer op kunnen duiden dat de Via Belgica hier onder het huidige Eigelshoven liep. In Heerle en in Rimburg hebben archeologen de weg daadwerkelijk bij opgravingen aangetroffen. Maar hoe liep de weg tussen deze twee Romeinse plaatsen? Misschien staan we hier bij de kerk op de missing link van de Via Belgica tussen Heerle en Rimburg. Het echte bewijs is er dus nog niet. Hier vanuit de uitkijktoren hebben we een prachtig uitzicht over het landschap. De vorm van het landschap is nauwelijks veranderd. De hellingbossen, het plateau, het dal van de worm, alles is zoals het in de Romeinse tijd ook geweest moet zijn. Maar kijken we hoe het landschap is ingericht, dan zien we dat elke tijd zijn eigen stempel op het landschap drukt. Vooral de laatste eeuw is het beeld drastisch veranderd. In het noorden zien we nu Camping de Watertoren, in het zuiden de grote opslag- en onderhoudsbasis van Amerikaans militair materieel. Aan die kant zien we ook de dorpen Eichelshoven en Ubach-Overworms. Dorpen die in de jaren twintig van de vorige eeuw enorm uitbreiden. Toen werd het landschap in Zuidoost-Limburg gedomineerd door de steenkoolmijnen. Maar ook dat relatief jonge industrielandschap is nu alweer helemaal verdwenen. De woonwijken van de mijnwerkers, de kolonieën, zijn bijna de enige sporen uit die tijd. Zo snel kan het gaan. Toen 2000 jaar geleden de streek onderdeel werd van het Romeinse Rijk, veranderde de inrichting van het landschap ook drastisch. De Romeinen deden wat ze met alle veroverde gebieden deden: ze begonnen het landschap systematisch in te richten. Er werden wegen aangelegd, bruggen gebouwd, wachtposten ingericht en op strategische plaatsen werden legerkampen gebouwd. Alles was erop gericht om de Romeinse soldaten efficiënt van de ene locatie naar de andere te kunnen sturen, om zo controle over het gebied te houden. Om het bestuur goed te organiseren werden in provincies bestuurlijke en administratieve centra gesticht, zoals bijvoorbeeld de provinciehoofdstad Keulen en Tongeren. In Zuid-Limburg zijn geen officiële steden gesticht, wel een aantal militaire voorzieningen. De Via Belgica, door de Romeinen aangelegd om een snelle verbinding te hebben in het gebied tussen de Atlantische kust en Keulen, liep hier via Heerlen naar Rimburg bij de Duitse grens. Hier op de uitkijktoren op het randje van het plateau staan we tussen twee mogelijke tracés: een noordelijke route en een zuidelijke route. De noordelijke route volgt zo lang mogelijk het plateau en daalt ten noordwesten van Rimburg het dal van de Worm in. De zuidelijke route gaat over Eigelshoven en duikt ten zuiden van Rimburg het dal van de Worm in en volgt deze tot aan Rimburg. Een echt archeologisch bewijs welke van de twee routes de echte via Belgica is, is tot op heden nog niet gevonden. Het zou trouwens heel goed kunnen dat beide routes in de Romeinse tijd gebruikt zijn, net zo goed als wij naast de hoofdwegen ook parallele B-wegen hebben. Het waren niet alleen de wegen die het aanzien van deze streek totaal veranderden. De aanwezigheid van de Romeinen veranderde ook de economie rigoureus. Voor de Romeinen zorgde iedereen voor zijn eigen voedselvoorziening. Maar nu waren er, met de Romeinse soldaten langs de grens van het Rijk bij de Rijn, heel wat meer monden die gevoed moesten worden. De vruchtbare lusgronden transformeerden zo tot grote akkergebieden. Limburg werd een graanschuur van betekenis. Graan bracht welvaart. Lokale bewoners die voorheen in vakwerkboerderijen woonden, bouwden nu huizen op de Romeinse manier. Er verrezen villa's in het landschap, grote landhuizen, vaak van steen met dakpannen, hoektorens en zuilengalerijen. Langs de weg ontstonden nederzettingen: bij de brug in Maastricht, bij de kruising van twee hoofdwegen in Heerle en bij de brug over de Worm in Rimburg. Dorpen en steden kende men hier niet in de tijd voor de Romeinen. Landschap dicteert wat je ermee kunt doen. De ondergrond is vruchtbaar of bevat grondstoffen zoals mergel die vanaf de Romeinse tijd werd gebruikt of steenkool die we de afgelopen eeuw hebben gedolven. De inrichting van het landschap hangt nauw samen met de economie. Dat is van alle tijden. Alleen de kenner zal direct weten wat het is: de verweerde brok steen die naast de meterkast tussen huisnummers 53 en 55 staat. Dit is wat er over is van een echte Romeinse mijlpaal die ooit 2 meter hoog was en 45 centimeter dik. Hij werd zo'n 200 jaar geleden gevonden toen hier de weg verbreed werd. Het feit dat hier in deze straat de mijlpaal gevonden is. Betekent niet automatisch dat onder de Broekhuizenstraat de Via Belgica ligt. De kans dat de mijlpaal op zijn oorspronkelijke plek gevonden is, is klein. Grote stenen lenen zich uitstekend voor hergebruik. Het recyclen van bouwmateriaal is van alle tijden. Bekende voorbeelden in Zuid-Limburg zijn de grote steenblokken in de voet van de westgevel van de Onze Lieve Vrouwenbasiliek in Maastricht. Die afkomstig waren uit het Romeinse fort dat daar ooit stond. En de Romeinse mijlpalen die zijn gevonden in de kerktoren van Eigelshoven. Of de Via Belgica op deze plek liep, weten we dus niet. De natuurlijke omstandigheden pleiten ervoor. Het is een lange, rechte en vlakke weg, een bijna natuurlijke route. We weten dat de Romeinen hun wegen, als het even kon, over vlak terrein aanlegden. Zeker is dat niet ver van deze plek een Romeins straatdorp lag. Bij de brug over de Worm zijn sporen van huizen aangetroffen in het veld. De huizen waren zo'n 7 meter breed en 24 meter lang. De smalle kant stond aan de weg typisch een straatdorp. Als we waar we nu staan alle moderne dingen wegdenken geen auto's, geen straatlantaarns. Dan komen we aardig in de buurt van de sfeer van een Romeins straatdorp. De typische Lindbebouwing was er in de Romeinse tijd ook al. Bij de T-splitsing van de Broekhuizenweg en de Lindegracht is iets te zien waarvan de traditie ons terugvoert tot in de tijd van de Romeinen: een wegkruis met een Lindeboom. Het wegkruis symboliseert het christelijk geloof dat in de Romeinse tijd uitgroeide tot de belangrijkste godsdienst in Europa. De lindenboom stamt als gebruik al uit de tijd voor de Romeinen. De oorspronkelijke bewoners, de Germanen, dachten dat een lindenboom goddelijke krachten had. Hoewel de Germanen en Romeinen er al lang niet meer zijn, blijken sommige van hun gebruiken nog steeds te overleven. Rimburg is een van de weinige oorspronkelijke beekdaldorpjes in Limburg, dat er nu nog ongeveer uitziet als in de 19e eeuw. Het stratenpatroon, de karakteristieke lintbebouwing, is sinds 1800 nauwelijks veranderd. De monumentale boerderijen in de kern van het dorp herinneren nog aan de oude agrarische tijden. Het vee graasde in het dal en in de hoogstamboomgaarden achter de boerderijen. Akkerbouw vond plaats op de hoger gelegen gronden. Het hellingbos zorgde voor hout en wild. Rimburg is niet voor niets een beschermd dorpsgezicht. Maar niet alleen bovengronds worden monumenten beschermd. Verstopte onder de grond bevinden zich hier twee archeologische monumenten. Een Romeins straatdorp, een vicus en de resten van een Romeinse brug die over de Worm lag. Die brug lag een tiental meters ten noorden van de huidige brug. Het dorp strekte zich uit aan beide kanten van de brug. Hij is rond 250 na Christus gebouwd. Dat is door archeologen aangetoond met een methode die gebruik maakt van de jaarringen van het hout waarmee de brug was gebouwd. Niet lang voor die tijd was de streek opgeschrikt door invallen van Germanen die aan de oostzijde van de Rijn leefden. Ze richtten veel verwoestingen aan. Resten daarvan, in de vorm van brokstukken van Romeinse grafstenen van voor die tijd, werden in de fundering van de brug opnieuw gebruikt. Romeinen waren praktische mensen. De brug verbond de west- en oostoever van de Worm. Aan beide kanten zijn resten van Romeinse huizen gevonden. Hier geen chique villa's, maar de huizen van gewone Romeinse ambachtslieden, zeven meter breed. En 24 meter diep. Aan de straatzijde lagen winkeltjes en het woongedeelte. Aan de achterzijde lagen de werkplaatsen. Van sommige huizen weten we precies wie er gewoond heeft. Aan de Duitse kant is een pottenbakkersoven gevonden. Daar woonde dus een pottenbakker. De vondst van ijzerertslakken, harken, scheppen en hakken om het land te bewerken aan de Nederlandse zijde geeft aan dat er smederijen waren. Er zijn ook restanten van een leerlooierij gevonden. Want behalve gereedschap had men natuurlijk ook schoenen, paardentuig en broeken nodig. Romeinse legertenten waren ook van leer. Verder was er een timmerman en een schoenmaker. Een beenbewerker maakte haarspelden en knopen van dierlijke botten. Ook weten we dat er hier een Romeinse soldaat heeft gewoond, die in zijn diensttijd vermoedelijk in Hongarije verbleef. Zijn diploma, een bronzen plaatje met een inscriptie, vormt het bewijs dat hij zijn 25 jaar dienstplicht had vervuld. Na hun afzwaaien hadden veteranen recht op een stuk grond en kregen ze het Romeinse burgerrecht. Misschien is deze veteraan na zijn diensttijd teruggekeerd naar zijn geboortegrond. De rivier de Worm is nu grens tussen Nederland en Duitsland. Vroeger bestond deze grens niet om de doodeenvoudige reden dat Nederland en Duitsland er nog niet waren. In de Romeinse tijd waren Zuid-Nederland en dit deel van Duitsland provincies van één en hetzelfde rijk, het Romeinse Rijk. Zo smal als de grens nu is, zo dun is hier ook de grens tussen heden en verleden. In Rimburg wonen al sinds de Romeinse tijd mensen. En de gewoonte om hun huizen als een lint langs de weg te bouwen bestaat nog steeds. Net zoals er nu nog steeds een brug over de worm ligt.